Nieuwe eigenaren bij de Co-op, winnaars Kinderchefkoks maken Kindermenu 2.0 en Torenpraat met Floor Lagewijk. Hallo allemaal en welkom bij het Terschelling TV-journaal van zaterdag 17 december 2022. Het was al eens eerder te zien bij ons in het journaal. De chefkoks van Hotel Restaurant Nap, De Koffiepot en Eiland Bistro De Bosplaat daagden de basisschoolkinderen uit om een menu te maken dat met kerst op de kaart komt. Kindermenu 2.0. Het is een mooie manier om kinderen bewust te maken van gezonde en regionale producten. Door de samenwerking met lokale restaurants wordt het voor de kinderen ook echt tastbaar. De winnende groepjes gingen deze week de kindermenu's maken in de restaurants. Ouders en klasgenoten werden uitgenodigd om het menu te komen proeven. Het winnende groepje van de lagere school op West was in hotelrestaurant Nap aan het kokkerellen om het menu voor hun ouders te bereiden. Nora, wat zijn jullie hier aan het doen? Koken. En wat zijn jullie aan het koken? Het recept van het kindermenu 2.0. En hebben jullie dat zelf bedacht? Ja. En wat hebben jullie bedacht? Mijn groepje heeft een soep bedacht, een zoute zee. Een soep en zoute zee? Nee, het is een soep en het heet de zoute zee. En wat zit er allemaal in? Wortel, prei en we hebben ook als decoratie gegrild knoflookbrood. Hoe noem je dat? Gegrild knoflookbrood. Dat is hartstikke lekker. Hey, en het zijn allemaal producten, zoveel mogelijk van Terschelling hebben jullie geprobeerd te pakken? Ja. En wat maakt het dan heel bijzonder? Nou, omdat het dan hier van ons eigen eiland is en dat we daar dan vooral heel veel mee doen. En we moeten ook zo weinig mogelijk vlees. Want dat is? Slecht. En dat heet duurzaam, denk ik? Ja. Dan wens ik je heel veel plezier nu weer verder met koken. Dank je. Toedeloe. Wat ben je aan het doen? Kneden. Waarom? Voor in onze soep gehaktballetjes. En wat ben je aan het kneden dan? Gehaktballen voor in soep. Soepballetjes. Bernard, soep met ballen, tevreden? Ja, ballen. Leuk. Ja. Was een voorwaarde, hè? Was dat een voorwaarde? Ik heb begrepen, in de keuken werd er uitvoerig over gepraat. Jij zou alleen komen als soep met ballen zou zijn. Het is schaamteloos. Ja. Juist wat in het café gezegd werd, dat juist een beetje geheim zou blijven. Hè? Nee. Het lijkt een beetje op Torenpraat, Torenstraat. Alles wat hier gebeurt gaat voor de camera in dit gebied. Nee, lekker balletje, niks mis mee. Goed zo. Die kinderen die hebben talent. Ja? Ben je er blij mee? Leuk project? Ga zo door. Goed zo. Eet smakelijk. Naast de soep met ballen werden er ook overheerlijke quinoa-burgers geserveerd. Iedereen zat met smart te wachten. En zijn de kinderen zelf blij met het resultaat? Ja. Heb je lekker gegeten? Ja. Ook in de koffiepot in Midsland stonden de pannen al vroeg op het vuur. Jullie hadden het net heel druk, zag ik. Ja. Wat hebben jullie gedaan? Gekookt in de keuken. En wat heb je klaargemaakt? Broodjes, tomatensoep, brownies en gehaktballen en nog pesto. Als het goed is. Ja, pesto. En waarom doen jullie dit? Voor de kindermenu, dat kindermenu's ook gezonder worden. Zodat kinderen niet alleen maar gewoon ongezonde dingen eten en zo. Wie heeft bedacht wat jullie gingen klaarmaken? Weet jij dat? Ja, de kinderen van het Hunnerhouwerschat. Die mochten dan allemaal in groepjes, mochten ze dan met een, zeg maar, menu komen. En dan werd er één menu uitgekozen, maar op het laatst konden ze niet kiezen tussen twee groepen. Dus dan hebben ze die samengemengd. Wie komen er straks eten? Groep 5, 6 en groep 7, 8 van het Hunnerhouwerschat. Ik zie lege borden hier. Echt leeg, leeg. Was het lekker? Ja, heel lekker. Wat vond je het lekkerst? De brownie. En jij? Ook de brownie. Allemaal de brownie? Nee, ik vind de soep en het broodje. Ja, dat heb ik wel. Maar de pesto vond ik niet zo lekker. Nee, ik ook niet. Het was wel lekker, maar het was heel erg veel. Wat vonden jullie het allerlekker? Het toetje. Brownie. Ik vond het toetje. Heel lekker. Maar jij hebt het zelf klaargemaakt, ja. Niet? Ja.
Dus eigenlijk moet ik het niet aan jou vragen. Jawel, joh. Zal ik het even aan de rest vragen? Nee, of ze jouw eten lekker vonden? Vonden jullie het lekker, jongens? Ja! Ja! Heel lekker! Ja! Heel lekker! Ja. En wat vond je het lekkerst? Toetje. En jij? Ook een toetje. Maar hebben jullie wel alles opgegeten? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Dit menu is in de kerstvakantie, in de koffiepot, kan je dit eten hier? Ja. Ja. Heel lekker. Ja. Zeg vooruit. Ga jij dat dan ook klaarmaken, de hele kerstvakantie? Nee, ik moet in de keuken werken. Ik moet afwassen. Oh, jij moet afwassen? Ja. Dus iedereen moet in de koffiepot komen eten met de kerstvakantie? Ja, iedereen ja. Ja? Niet alleen op West en in Midsland, maar ook om Oost werd daar gekookt door de kinderen in Eiland Bistro de Bosplaat. Zes mannen en vier vrouwen die in dagelijks leven niet bang zijn om hard te werken of vieze handen te krijgen, zijn de deelnemers in de nieuwe reality competitieserie Taf & Snails. Een van de deelnemers is Lisbeth de Haan. De Nederlandse deelnemers strijden zowel individueel als in groepsverband tegen elkaar. De winnaar van deze serie kan een hoofdprijs van €10.000 winnen. Dit is de competitie voor de bikkelharde werkers van dit land. Tering. Rechts, links, rechts. Niet kijken naar die anderen. In het nieuwe programma Tough as Nails gaan 10 ijzersterke mannen en vrouwen de strijd met elkaar aan. Auw, godverdomme! En wat anders, neem het alsjeblieft even over. Joh, dat ding moet kapot! Zijn jullie spijkerhard? Ja! In individuele uitdagingen en groepsopdrachten worden deze krachtpatsers getest op hun uithoudingsvermogen. Team ijzersterk! En teamwork. Let's go to work! Lekker jongens, kom op! Kutzooi. Voorzichtig. Vuilnismannen, loodgieters, beroepsvissers en havenarbeiders. Samen de ruggengraat van de samenleving. Die nu hun tanden zetten in deze slopende wedstrijd. Ik ben heel fanatiek. In principe is er maar één plek. Dat is gewoon de eerste. Ik ben niet bang voor een paar sterke mannen, absoluut niet. Ze moeten mij zeker niet onderschatten. Die denken van die ouwe, die pakken we wel even. Echte emotie. Maar rot op man, fuck you man, stop. Echt werk. Ze zitten erin, gooi ze erin. Nog eentje, gooi hem erin. Echte mensen. Yes. We hebben een winnaar. Yes. Tough as Nails Nederland. Op dinsdag 13 december opende de Koop onder haar nieuwe naam, Koop Kapinga, de deuren. Het was een feestelijke dag en bij besteding van minimaal €25 mochten mensen aan het Wat van Fortuin draaien. Er waren mooie prijzen te winnen en deze werden op donderdagmiddag uitgereikt. Goedemiddag, jullie zijn de nieuwe eigenaren van de Koop. Jazeker. Welkom op de Schelling. Dank u wel. Ja. Wat hebben jullie net gedaan? We hebben net van de openingsactie met het Wat van Fortuin hebben 5 mensen een mooie prijs gewonnen. Dus ik kwam net met een fietsje door de gang aankomen fietsen, want iemand heeft een mooie fiets gewonnen. En een paar overnachtingen bij Westcourt Hotels. En een minuut gratis winkelen. Ja. Dus het was een feest. En jullie zijn sinds een week de nieuwe eigenaar? Ja, afgelopen maandag en dinsdag zijn we open gegaan. Ja. Ja. En hoe bevalt het? Nou, hartstikke goed. We waren echt overweldigend hoe druk het was dinsdagmiddag. Dus het was net eventjes even zomer. Ja. Dus nou ja, hartstikke leuk. En wat is jullie achtergrond? Volgens mij ook iets met winkels. Ja, zeker. Wij zitten allebei al vanaf 13, 14 denk ik in de supermarkt. En sinds 3 jaar geleden de supermarkt Autocoop op Vlieland gekocht. En helaas moesten die weer verkopen, maar we zijn niet wereldvreemd. Helemaal niet bij Koop. Dus. Het verschil tussen Vlieland en de Schelling? Ja, die voel je al aankomen. Hè? Nou, het is hier allemaal wat groter. Er is ook wel wat meer te doen. En wat meer klanten. En toch wel heel anders. Ja. Dus, maar qua natuur komt het ook wel heel erg overeen. Dus, en qua gevoel ook wel. Eilandgevoel ook wel. Dus we zijn benieuwd of het net zo gezellig is als op Vlieland. Ja. En wat, hoe ziet de toekomst eruit? Ja, als het goed is, heel rooskleurig. Dus ja, dat ligt eraan hoeveel mensen de boodschappen komen doen. Nee, hartstikke goed. We gaan volgend jaar ook nog ombouwen naar de mooie plusformule. Dus we hebben nog zat plannen. En we hebben een prachtig team hier, wat er ook al stond. Dus we zijn hartstikke blij. Ja. Gaat de Koper er ook nog anders uitzien?
Gaan jullie nu nog verbouwen? Ja? Nou, nu eerst niet. Misschien wat kleine dingen. Maar niet, we gaan niet met de hamer er doorheen. Zeker niet. Nee. Het is een prachtige winkel. Hij is ook nog maar 5 jaar oud. Dus volgend jaar december dan maken we alles plus. Dus dan gaat het er wel heel anders uitzien. Ja. Yep. Ja. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Dank je wel. En natuurlijk ook deze week weer een torenpraatje. Torenpraat en in deze editie Floor Lagerwij. Ja. Floor, welkom. Dankjewel. Nou ja, het is een bijzondere dag. Met absoluut. Zon, regen, wind. Sneeuw en fantastisch weer. En het is, dat hoort wel een beetje bij jouw achtergrond. Ja, absoluut. Waar we het straks over hebben, het strandzeilen. Ja. We hebben het eerst altijd over... Wie ben je? Wie ben je en hoe ben je hier terechtgekomen? Nou, ik ben Floor Lagerwij en ik woon bijna 25 jaar op het eiland. Ja. De zeilerij die heeft mij hier gebracht eigenlijk. De wind heeft je gebracht. Ja, zo zullen we het zeggen. Ja. Ik ben aankomen waaien. Maar wij werden op een gegeven moment gebeld. Dat was in 87 door Wim Bloem. Ja. En Wim Bloem die zei, joh, je moet hier komen, want het is hier fantastisch om te strandzeilen. Nou, in de auto gestapt en naar Wim Bloem gereden. Die was overigens op het strand, want er viel wat te jutten. Ja. En we waren bij zijn vader in de zaak en hij zei, hij komt eraan. Inderdaad kwam eraan en in de auto, gelijk naar het strand. En daar was het gelijk bekeken. Zo breed, zo mooi. En daar is het begonnen. Ja. En we zijn sindsdien alleen maar wedstrijden hier gaan organiseren. En ja, dan komt op een gegeven moment het besef, ja, je sociale leven begint zich hier af te spelen. Ja. Waarom gaan we niet op de Schelling wonen? Nou, dat was wat lastig. Mijn vrouw die had net een nieuwe baan in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Ja. Dus we moeten het wel samen doen. Maar die was daar op een gegeven moment ook wel uitgekeken en ik was uitgekeken op mijn werk in Utrecht. Dus, laten we het proberen. Uitgebreid gesprek gehad met Peter Winter. Ja. En je stapt wel in diepe. Je gaat toch emigreren, tenminste, ja. Zo voelden wij dat. Ja. En die zag dat met ons wel zitten. Nou ja, laat het gewoon de kans geven. Lisbeth, mijn vrouw, die krijgt een baan in de Stielen. En een week later belt Gerrit van Goor mee op of ik officier op de internaat wilde worden. Ja, zo moest het zijn. Ja, en dat was in 98. En sindsdien geen seconde spijt. Echt fantastisch. Ja, want je hebt nog meer gedaan op het eiland, toch? Ik ben na de privatisering van het internaat in 2011 ben ik bij de gemeente in dienst gekomen. Ja. Was ik eigenlijk al. Want het was een gemeentelijk internaat. Maar daar heb ik verschillende functies gehad. Ongelooflijk naar mijn zin gehad. Echt fantastische werkgever, die gemeente. Heel veel plezier. Veel vrijheid, veel dingen kunnen ondernemen. En nu heb ik pensioen. Ja, omgevlogen. Ja, maar volgens mij heb je het nog drukker dan ooit. Ja, dat klopt. Daar weet je alles van. Ja. Ja, want je bent met heel veel dingen bezig, toch? Ja, ik zit bij Terschelling Energie. Ik doe iets bij het VVV. Ja. Ik ben vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Ik doe nog iets met strandzeilen. Ja. Ook in de internationale strandzeilerij ben ik heel actief. Als wedstrijdleider ben ik regelmatig in het buitenland. En we hebben net een projectje afgerond. Daar staat in de Terschellingen iets over. Het wereldsnelheidsrecord. Ja, dus, vertel eens even, hoe zit dat precies? Het is zo dat Emirates Team New Zealand, die heeft een project naast het Amerika's Cup zeilen om te kijken hoe hard ze met een zeilwagen kunnen. Ja. Dat record staat op 202 km per uur. En ze denken, dat kunnen we absoluut verbreken. Nou, dat is een jaar geleden begonnen, dat project. En omdat ik verantwoordelijk ben voor alle regels in de internationale strandzeilerij, kwamen ze bij mij van, hoe moeten we dat gaan aanpakken? Ja. Nou, helemaal doorgenomen, dat project. En één klein dingetje. Australië, waar ze het wilden doen, is niet lid van de Wereldstrandzeilbond. Ja. Maar de regels schrijven wel voor dat de mensen die dat doen lid moeten zijn. Ja, dan is 1 en 1 2.
dan word je lid van de vereniging op de Schelling. Dat kost niks. En denk, nou, dan scoren wij. En we hebben weer een wereldrecord. En wij hebben dus een wereldrecord hier op de eiland. Dus het ligt iets genuanceerder, maar wel leuk. Maar ja, dat kan natuurlijk niet hier op het strand zo hard. Nee, 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 nee. De zeilwagentjes die wij hebben, kijk, daar houdt het bij 40, 50, misschien 60 wel op. Ja. We willen ook niet harder, want snelheid is maar relatief. Het gaat meer om plezier. Maar als je s'avonds in de kroeg zit en je drinkt een biertje, dan loopt de snelheid wel op. Ja, zo moet je het ook weer zien. Ja. Hey, want jullie hebben best wel een hele actieve vereniging hier op het eiland. Ja, nou die is opgericht in 1991. Ja. Daar was onder meer de burgemeester bij, Jan Bloem, Albert-Jan Bloem, Wim Bloem uiteraard, die ik al genoemd heb. Aantal leden die aan de wal ook strand zeilden. Dat kabbelde voort. En op een gegeven moment kregen we bij Paul 8 een clubhuisje. Mm-hmm. Dat moest helaas weg toen het nieuwe hotel Paul 8 gebouwd werd. En vanaf die tijd zijn we begonnen om te kijken of we een clubhuis in de buurt konden krijgen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt met steun van Staatsbos en de gemeente. We hadden natuurlijk geen centjes, want we hebben een hele goedkope lidmaatschapsgeld, ja. €65. Daar bouwen we geen clubhuis van. Maar goed, via een crowdfunding hebben we dat voor elkaar gekregen. En sinds dat we dat clubhuis hebben, zijn we verdubbeld in het aantal leden. Ja, eigenlijk groei je alweer uit je lesje. We beginnen echt behoorlijk te groeien. En het leuke is dat heel veel eilanders nu lid worden van de vereniging. Ja, want als men het werkt zo, je betaalt een vast lidmaatschap. Ja, €65. Voor een heel jaar? Ja. En dan kun je het hele jaar doorzeilen. Je krijgt van onze opleiding een helm. Het enige wat je mee moet nemen is handschoenen. En een goed humeur. En een goed humeur. Als je dat doet, je bent helemaal leeg. Je hoofd is helemaal leeg. Ja. Nou, dat is natuurlijk dat is echt belachelijk weinig. Maar dat is de klucht. Ja, nee, wel leuk. En jullie zijn heel actief ook met het organiseren van wedstrijden. Ja, dat is in 19... Al na 87 zijn we begonnen met het organiseren van wedstrijden. Toen hebben we in 1990 hier het eerste Europees kampioenschap gehad. En sindsdien onder 5 jaar grote evenementen gehad. Wereldkampioenschap in 2000 gehad. We staan nu voor 2027 op de rol om weer een wereldkampioenschap hier te organiseren. Dus ja, genoeg plannen. Genoeg plannen, ja. Ja, en natuurlijk een fantastisch mooi breed strand hier. Ja, mensen komen heel graag naar de Schelling toe. Vanuit het buitenland, vanwege het strand wat we hier hebben. Ja. En dan praat ik echt niet over België of Frankrijk of Duitsland. Maar tot in Argentinië, Chili weten ze van de Schelling, daar moeten we zijn. Want dat is een fantastisch strand. Ja, nou, dat is allemaal weer extra promotie voor het eiland. Dat is helemaal super. Ja, ja. Hey, we zijn droog overgekomen. Nou, dus, het was heerlijk weer, de zon begint te schijnen. Dus, mooier kan het niet. Nee. We staan inmiddels voor het Wakend Oog. Ja. Nou, ja, daar krijg je een dilemma. En een cadeautje. Oh, kijk eens dan. Ja, dus, gisteren was je even toevallig bij. Ja, ik was even op kantoor. Toen begon je ergens over. Ik denk, ja, nou, dan is dat gelijk raak. En dus, we hebben een nieuwe poster van het Drenkelingenhuisje. Ja, fantastisch. Gemaakt door Brent Kok. Brent, ja. Moet ik er even een keer bij zeggen. Met een knipoogje naar de oudere campagnes van de VVV. Ja, ja. Bezoekt de Parel der Noordzee-eilanden. We hebben daar ooit een poster van gemaakt voor het strandzeilen. Ja. Daar heb ik heel klein zeilwagentjes erin gemonteerd. Nou. Ja, okay. Dus nou, die zitten hier niet in. Maar, ontzettend leuk. Ik alsjeblieft. Vind het, ja, geweldig. Dankjewel. Even een mooie plek. Doen we. En dan het dilemma. Oost of West? Ja, Oost. Oost? Waarom Oost? Ja, daar woon ik. Daar woon je, ja. Dat kunnen we wel van West houden. Ja. Nee, West is ook mooi. En Oost heb ik het ook naar mijn zin. Nou. Dus ik ben voor Oost. Nou, dan mag jij richting Oost, dan loop ik richting West. Hey, dankjewel. Hoi. Dit was het dan weer voor deze week. Vond je het journaal nou leuk? Geef ons dan even een duimpje. Heb je zelf nieuws? Mail ons dan op info@terschelling.tv. Blijf op de hoogte van wat er allemaal op Terschelling gebeurt en abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal. En wil je nog meer Terschellingen nieuws? Neem dan een abonnement op Weekblad De Terschellinger. En ga hiervoor naar deterschellinger.info. Bedankt allemaal voor het kijken, prettig weekend en tot volgende week.